Ramon Lewin, je eerste training bij Almere City FC. Hoe is het gevoel? Ja, heerlijk. Gewoon genieten dat ik hier ben. Voelt het voor jou ook echt een beetje als thuiskomen? Ja, het voelt echt als thuiskomen. Als ik om me heen kijk, dan weet ik dat ik hier als kleine jongen gespeeld heb. En wat ik zeg, ik ken veel mensen en ik ken de hele omgeving. Dus het voelt wel een beetje als thuiskomen inderdaad. Je woont ook al jaren in Almere, hè? Ja, klopt. Echt al vanaf dat een jaar of 6, 7 was, woon ik in Almere. Dus ik ken het hier wel een beetje. Voor velen zal misschien een overstap van AZ naar Almere City als een verrassing klinken. Maar als ik jouw woorden een beetje mocht geloven, dan speelde jij al langer met de gedachte om eens terug te keren hier bij Almere City, hè? Ja, eigenlijk precies wat je zegt. Ik heb er al lang over nagedacht. Ook in de tijd dat ik bij Utrecht speelde of in het buitenland. En naarmate je zeg maar wat ouder wordt, kwam nu gewoon op het juiste moment voorbij. En ik denk dat alle partijen er blij mee zijn. En ik zelf dus ook. Wat maakte dit het juiste moment voor jou? Nou, alles. Weet je, de aanbieding en het vertrouwen wat ik kreeg. En ook natuurlijk dat ik transfervrije weg was bij AZ, mijn laatste club. Dus ja, gewoon eigenlijk het hele plaatje. Brengt natuurlijk een berg aan ervaring mee met de duels die jij hebt gespeeld in de Eredivisie, maar ook Europa League, voorronde Champions League. Wat mogen we verwachten van jou hier? Ja, gewoon dat ik hard werk met als mezelf en als team, weet je. En daarin probeer ik natuurlijk met een beetje extra ervaring of leiderschap, voetballende kwaliteiten, gewoon een beetje extra mee te geven. Maar wat ik zeg, ik ben gewoon onderdeel van het team en ik hoop gewoon met z'n allen dat we iets moois kunnen neerzetten. Kun je eens omschrijven wat voor type verdediger je bent? Ja, wel een voetballende verdediger, maar ik schroom niet om gewoon hard te spelen als het moet en mannen uit te schakelen. Maar wat ik zeg, wel een leider. Ik denk dat ik, of een leider is moeilijk te zeggen, maar in ieder geval coachend aanwezig ben. En het mag ook wel verwacht worden van die positie en de ervaring die ik heb. Wat is voor jou persoonlijk het doel voor het komende seizoen? Wanneer zou je tevreden zijn? Ja, moeilijk. Maar ik wil gewoon bovenin meedraaien. En volgens mij is de ambitie van de club en voor mijzelf ook om te promoveren. Het liefst zo snel mogelijk. Maar we willen bovenin meedraaien en gewoon goede resultaten gaan boeken hier. Heb je dan voor jezelf persoonlijk ook nog een doel gesteld? Nee, geen persoonlijk doel. Wat ik zeg, veel spelen, fit blijven. Eigenlijk zoals ik altijd gedaan heb. En ook hier gewoon lekker spelen en iets bereiken met het team. De vakantie zit erop. De eerste training zit erop. Hoe was het gevoel überhaupt om weer even lekker op het veld te staan? Ja, heerlijk met die jongens. Ik ken er een aantal. En weet je, voetballen blijven toch het leukste wat er is. Dus genieten. En ik heb er gewoon weer echt zin in. Wie ken je eigenlijk al uit de huidige selectie of uit de medewerkers hier op de club? Ryan Koolwijk was van het Surinaamse elftal en mijn kamergenoot ook nog. Ik heb natuurlijk lange contact met de trainer en de directeur, Perif Terecht als communicatiemanager. Ja, precies, dat bedoel ik. En wat mensen in de organisatie ken ik ook. Agil als keeper, die komt uit mijn bouwjaar, 87, dus die ken ik al mijn hele leven tegengevoetbald. Dus het is wel leuk als je wat jongens weer tegenkomt. Je bent vanmiddag snel thuis. Ja, ik ben om de hoek, ben ik zo thuis inderdaad, lekker. Dankjewel, heel veel succes Roman. Dankjewel man.